Trainer Henk de Jong, zondag komen de schapenkoppen op bezoek. Is de groep weer helemaal opgeladen? Ja, we hebben nou, ik denk een uitstekende tweede helft gespeeld. De eerste helft was belabberd, de tweede helft was top. Dat is het verschil in voetbal, dat is gewoon in één keer gevoel. Het kan ook zomaar de omdraai zijn naar altijd fris en spritsig. Daar moeten we heen. En dat zijn we het opzoeken. Hè. Hoe valt het nou precies, wat valt in elkaar? Het is net een puzzeltje die op een gegeven moment moet zitten en dat komt wel. En dan is hij helemaal klaar. Ja, we hebben best wel wat meegemaakt en dan zie je dat het soms wat stroef is. Maar de tweede helft was wel heel knap. Dat je zoveel kansen krijgt in een wedstrijd van twee betaalde voetbalclubs, dat is wel knap. Hoe zit het verder met de fitheid van de jongens? Is iedereen er weer een beetje bij? Moulin? Ja, Moulin komt er weer bij. Wat hebben we nog meer? Jasper Heijden had, die moest weer vlak naar rust wisselen, die komt er wel weer bij. Maar we hebben ook steeds een goede ploeg. Hè? Dus, laatst misten we Robert en Erik Schouten en Robert Muren en dan deden we het ook gewoon goed. En Mitchie Paulussen die is helemaal opgefleurd en die doet het ook goed, maar die is belangrijk. En, elftal van de week zelfs. Ja, maar het is wel terecht. Die bal die de hoogte heeft aangespeeld, die hij op zijn borst neerlegt, hij is wel heel knap. Maar hij was bij de eerste drie goals voor mij betrokken in een kopballetje breed. En, ja, hij is wel mooi voor hem. En ik merk dat de hele groep het hem gunt. Hij is een fantastische vent. Ja, zeker. Het ging wel lekker. En vooral de tweede helft ging het prima. En als je dan elftal van de week, dat is mooi meegenomen. Ik denk het belangrijkste was dat we toch achter stonden in de rust. En dat het toch iets hadden van we moeten wel drie punten hier pakken. En vijf keer scoren in 18 minuten is wel redelijk. Maar voelt het voor jezelf ook als een beloning voor het harde werk wat je erin gestopt hebt? Ja, in principe wel. Het is natuurlijk best wel een moeilijke situatie als je niet speelt. En het is wel best een tijdje geweest ook. Dus, maar goed, ik ben niet iemand die dan gaat zeuren of minder gaat doen. En ik denk ook de rest van de jongens, zeg maar, dat we echt de bank wel echt kwaliteit ook op de bank zit. En dat je gewoon moet wachten op je kans. En dat heb ik gedaan. En ik heb nu twee keer wel prima gespeeld. Over fitheid gesproken, de coronamaatregelen die worden weer wat aangescherpt in het stadion volgens mij, hè? Nou, we moeten. Hè. Je ziet het nu bij NAC, vorige week bij andere clubs en bij Almere. En als je het in je groep hebt en in je club, dan is het heel vervelend voor de desbetreffende club. Hè. Je krijgt er echt een klets van, hoor. En dat hebben wij toen meegemaakt tegen Volendam in de voorbereiding. Nou, dat was in één keer 0-4. Dat zijn dingen die raken je wel. Hè? Dus wij gaan daar ook weer. Wij doen het al goed, maar als je alles bekijkt, moeten we het nog weer beter doen. Dus we moeten helpen. Dat bedoel ik echt positief. Dus, hè? We moeten de KNVB helpen om die competitie te laten uitspelen. En die krijgen ook gedonden met de GGD nu. Hè? En de GGD gaat testen, keuren. En dat vind ik terecht. Hè? Laat maar zien dat we het goed doen. En dan kunnen we doorspelen. En misschien moeten we wel een keer stoppen, maar dan spelen we hem wel uit. Nou, daar moeten we heen. Nou is Dordrecht de volgende. Wat weet je van die ploeg? Nou, hij is een lastige tegenstander. Ze zijn hier geweest. Ze komen niet zomaar op 2-2. En een ploeg die ook wel gedeeltes gewoon 1-1 speelt. Dus echt alles doorstapt. Nou, daar zullen we goed mee om moeten gaan. En goed moeten voetballen. En dan hebben we met onze diepgang hebben we best kansen. Ja, we hebben natuurlijk in de voorbereiding ook tegen hen gespeeld. En toen zag je ook gewoon dat we bovenliggend waren. En ik denk dat verwacht ik zondag ook. En dat we aan onze stand verplicht zijn om te winnen. En we willen het gewoon ook met goed voetbal en met mooie aanvallen. En wederom veel doelpunten ook laten zien.